Hey beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Meat TV. In deze aflevering een recept voor hartige havermout. En je zou misschien wel denken, hartige havermout? Havermout maak je toch altijd met fruit? Nou, dat hoeft dus niet. Ik had een keertje geen zin om iets boeiends te maken en havermout vind ik zelf altijd heel makkelijk. Maar ik had geen zin in iets zoets. Dus ik dacht, maar havermout is toch eigenlijk net zo neutraal als brood? Zou je best wel hartig kunnen maken? Dus ik heb even gegoogeld en gekeken. En ja hoor, er zijn echt superveel hartige havermoutrecepten. Zelfs Indiaanse curry's en dat soort dingen. Dit is mijn makkelijke variatie die ik heel lekker vind en heel snel klaar is. Dit kan je natuurlijk als ontbijt eten, maar het is ook een top lunch om gewoon met je mee te nemen. En eventueel zou je hem ook als alternatief voor risotto kunnen maken bij het avondeten. Als je het proeft, weet je precies wat ik bedoel, want het is een beetje dat idee. Het risotto idee. We gaan het snel maken. Voor de hartige havermout heb je nodig wat water. Ik maak mijn havermout altijd met water, maar als jij dat melk doet, kan het ook prima. Als je plantaardige melk gebruikt, zorg er dan alleen voor dat deze niet gezoet is. Havermoutvlokken en wat zout. Dit is de basis. Vanaf hier kan je zelf toevoegen wat je zelf lekker vindt. Ik doe er zelf Italiaanse kruiden bij, zongedroogde tomaatjes en wat geitenkaas. Breng het water aan de kook en het kookt natuurlijk sneller als je het voorkookt in een waterkoker. Vervolgens voeg je de havermout toe, breng het op smaak met wat zout en eventueel ook peper. En ik voeg ook de Italiaanse kruiden toe. Dit kook je 5 minuten op een medium vuur. Hoe dik je havermout wordt, hangt even af van hoeveel water en havermout je natuurlijk erbij doet. Ik vind het hartige havermout een stuk lekkerder als de havermout wat steviger is. En niet zo'n papje. Bij de zoete havermout vind ik dat niet zo erg, maar bij dit, ja, is het niet zo lekker. Terwijl de havermout kookt, snij ik de zongedroogde tomaatjes in reepjes. Wanneer de havermout is ingekookt, haal ik hem van het vuur af. Ik voeg de zongedroogde tomaatjes toe en de geitenkaas. En ik hou wel van geitenkaas, dus ik doe altijd een beetje extra. Vervolgens zet ik het deksel erop. Dit laat je nog 15 minuten rusten. Dan zijn de zongedroogde tomaatjes en de geitenkaas ook opgewarmd. De geitenkaas smelt zelfs. Schep de havermout in een bakje en dan is het klaar. Je kan natuurlijk alle variaties maken die je zelf wilt. Ik weet dat het er niet heel geweldig uitziet, maar trust me, het smaakt echt verdomd goed. Eet smakelijk! Als je deze hartige havermout maakt, maak er dan zeker een foto van en tag me op bijvoorbeeld Instagram of Twitter. Vind ik super leuk. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. Als je al geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk volgende week. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want ik maak elke week een video. En dan zie ik jou ook volgende week. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week!